vooraleer we aan deze Advanced Warfare Live Cut commentary kunnen beginnen, voel ik me eerst een beetje verplicht om Iris aan jullie voor te stellen. Dus ja, Iris is eigenlijk mijn assistente. Voor de rest kan ik niks meer zeggen, dus Iris, stel jezelf maar voor. Ik ben Iris, ik ben 45 jaar en ik hou van kaaskroketten. Deze video gaat dus eigenlijk gewoon over, doe je dom of ben je dom? En daarmee bedoel ik, soms in de klas en op school en op vele andere plekken, zie je mensen of ken je gewoon mensen, gewoon stomme dingen zeggen of doen of gewoon, ik weet niet, echt gewoon domme dingen doen. En dan denk ik dus altijd, oh, what the fuck. En dan denk ik dus, oh, what the fuck. En dan, oh, what the fuck, stom kutspel. En als ik dan mensen deze dingen zie of hoor doen, dan denk ik altijd bij mezelf van, doe je dom? Of ben je gewoon dom? Daar gaan wij het in deze video over hebben, want ja, ik ben nu al zoveel doodgegaan. En ik verspreek me heel de tijd omdat ik wil praten en een kill maken. Maar met deze gut shotgun gaat dat niet. Dus we gaan gewoon een nieuw potje beginnen. We beginnen er zo aan en we gaan beginnen zeiken. Let's go. Oké, dus zoals ik al zei, we gaan het hebben over doe je dom of ben je dom. Dat is dus een soort van zinnetje die je zegt als mensen hele domme dingen doen. En dan denk je bij jezelf van, what the fuck G. En om maar een simpel voorbeeldje te geven over iets wat ik echt super super dom vind, zijn sommige statusen op Facebook. En ik heb 3 statusen gescreenshot die ik zo fucking dom vond. Ja, dat ik gewoon vond dat ik er een video over moest maken. En ik heb de makers ervan mooi doorstreept. Oké, even to the point komen. Jij zegt dat iedereen je haat en dat je zelfmoord moet plegen. Ten eerste, misschien 0,5% van de wereldbevolking kent jou. Meer dan 6 miljard, meer dan 7 miljard mensen hebben nog nooit van jou gehoord. Dus stop zeggen dat iedereen je haat. Iedereen haat je niet. Je hebt de mama, je hebt de papa, je hebt familie, je hebt mensen die om je geven. En zeggen dat iedereen je haat is gewoon echt de grootste puber fucking kutstatus die ik ooit heb gezien. Echt een mooi voorbeeld van vragen om aandacht. Ik snap het gewoon niet. Mensen die zoveel aandacht tekort komen, dat ze zo'n harde weenstatussen gaan zetten op sociale netwerken. Iets anders waar ik ook soms zo kan denken van, zijn kinderen die 12 jaar zijn en foto's zetten van hun op feestjes, met een fles vodka in hun hand. En een jongen die 10.000 keer zo oud is als haar. Die rond haar nek hangt en aan haar tetten zit. En dan als bijschrift op die foto, YOLO. Oké, okay, ja, je leeft maar één keer. Ik dat je de slet moet uithangen en je de puber voelen. Nee, YOLO betekent gewoon geniet van het leven. En geniet van de dingen die je meemaakt. Niet je leven verpesten aan alcohol en een relatie starten met iemand die 25 keer zo oud is als jou. Nog iets waar ik echt de fucking tering hekel aan heb. Zijn mensen die hetzelfde grapje over en over blijven gebruiken. En het eigenlijk gewoon voor alles te gebruiken. Bedoel ik maar, stel je ziet zo'n status van iemand die zo'n foto zet op een feestje met allemaal shit. En jij reageert erop, wat doe je toch met je leven? En zij reageren, laat me gelukkig zijn. Ik weet niet hoeveel keer ik het heb zien voorbij komen in 2014. Op alles wat ik zei, laat me gelukkig zijn. Laat me gelukkig zijn. Laat me gelukkig zijn. Echt waar, de meest fucking domme uitdrukking ding die ik ooit heb gehoord. Dan had ik één keer het lef genomen om te vragen aan iemand nadat hij zei, laat me gelukkig zijn. Om te vragen wat het nu te maken heeft met gelukkig zijn. Want wat hij aan het doen was, het was denk ik, bleef maar vragen op Facebook of ik naar zijn Minecraft Survival wou kijken. En ik had gezegd, nee, ik kijk niet zo graag Minecraft. Zei hij daarna tegen mij, ja, maar ik speel graag Minecraft en shit. Toen begon hij ook te vragen hoe hij beter aan subs en support kon komen. Dan heb ik gewoon gezegd, hey, Minecraft uploaden en andere spellen spelen. Je kan het wel raden wat hij toen zei. Laat me gelukkig zijn. Ik dacht echt bij mezelf, als je aan mij vraagt om hulp, omdat je niet weet hoe dat je aan iets moet komen, en ik geef je dan nog eens de tijd, je toch niet gaat zeiken van laat mij gelukkig zijn. Ik snapte mijn leven niet op dat moment. Ik wist niet wat er gebeurde. En hierbij zijn we dan ook gekomen bij de laatste ding waar ik zo hekel aan heb. En het zijn de mensen die mij blijven fucking onderspammen op Facebook met domme dingen. Kijk, ik zag laatst een comment onder een video van Ryan van Unagis. En dat was, waarom accepteer je mensen op Facebook als je toch niet antwoordt op hun vragen in chat? Kijk, ik ga eerlijk zijn. Ik heb veel mensen geaccepteerd op Facebook. En ik heb meer dan 99 ongelezen berichten. Maar als ik een bericht zie van iemand die nuttig is, echt een vraag die belangrijk is, ga ik erop antwoorden. Dan ga ik gewoon echt
Ja, erop antwoorden. Maar als het is, ça va, hey, wat doe je, waar woon je, wanneer nieuwe video, kom video maken met mij, sorry, daar antwoord ik niet op. Het heeft geen nut voor mij als ik ga antwoorden en beginnen praten met jou van alles is goed, wat doe je. Het is misschien erg om te zeggen, het is raar om zo te praten met iemand dat je niet kent en ja. Dan heb ik ook eens iemand gehad, die bleef sturen elke dag, ça va, hey, hoe gaat het, wat doe je, wanneer nieuwe video, alles, elk fucking dom bericht. En ik antwoordde niet. Ik denk dat ik 3 weken lang aan een stuk fucking veel berichten van hem heb gekregen en ik antwoordde er gewoon niet op. Ik las ze wel, omdat dat is anders irritant dat dat blijft pop-uppen. En op een bepaalde dag stond er gewoon, why the fuck antwoord je niet op mijn vragen, als je nu niet antwoordt. Ga ik unsubben. Ik dacht van nee, alsjeblieft, doe het niet, unsub niet. Maar ik heb er ook niet op geantwoord, omdat ik geen tijd ga verspillen aan kindjes die dreigen met unsubben en me chanteren en van die shit. Dus wat doe je dan? Deze persoon blokkeren en chat uitschakelen. En als jij nu een vraag hebt waarvan je denkt, deze vraag moet gewoon echt beantwoord worden, anders ik het niet weet, vraag het dan gewoon via mijn Facebookpagina. Als je iets vraagt via mijn Facebookpagina, heb je 20% meer slaagkans dat die beantwoord wordt dan dat je het doet via Facebook chat. Dus like mijn Facebookpagina al maar ja. Er zit meer in de laser dan je denkt. Er zit meer in de kutgun dan je denkt. Dus ik hoop dat jullie iets heb kunnen vertellen. Ja, maar ik bedoel om te doe je dom of ben je dom. Maar soms heb ik hier echt de hekel aan en dan begin ik te twijfelen of er wel nog mogelijkheden zijn in onze maatschappij. Maar oh shit, ik heb voor de allereerste keer een kill met zo die drop uit de lucht. Holy shit. Oké, maar dus ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Ik vond het wel weer eens leuk om te doen. Een beetje kutten op Advanced Warfare. En alles wat ik heb gezegd in deze video is true. Ik heb niet gelogen over iets voor views. Alles wat ik heb gezegd is echt al veel gebeurd. En ja, inderdaad, soms twijfel ik ook wel eens of er nog leven zit in deze maatschappij. Of dat het niet allemaal al fucked up is. Maar kijk, er zijn ook veel brave, lieve jongetjes en meisjes. Die allemaal even op dat duimpje omhoog klikken en mijn dag goed maken. Dus jongens, meisjes, ik ben Acid. Ik hoop jullie een leuke video vonden. Ik vond het weer leuk om te doen. En ik zou zeggen, mensen, geniet nog van deze laatste kill. Oh my god, la, lol. Ik ben Acid en ik zeg, yo jongens, adios.